Op 20 juli 1808 wordt bij keizerlijk decreet bepaald dat alle ingezetenen van het Napoleontische Rijk, dus ook het ingelijfde Limburg, een voornaam en een familienaam moeten dragen. De Joden moeten een einde maken aan de verwarde toestanden door bij hun woongemeente te verklaren hoe ze willen heten. Zo zien we allerlei Joodse voornamen veranderen, alleen de eerste letter wordt behouden. Meijer wordt Manuel, Abraham verandert in August, Samuel wordt Sylvain en Isaac Isidor. Edle wordt Adelaide, Rachel wordt Rosette en Lea Hélène. Veel achternamen veranderen onder Franse invloed in bijvoorbeeld Bonheur, Fortune, Printemps, Despoir en Maison Pierre. En als men niet francofiel was, werd het Zilverberg, Wijngaard, Koopmans en Heuvelmans als nieuwe naam. Maar Aaron Cohen kon ook veranderen in Jan Willem Gier. Aan de naam kon men de Joden dus niet meer herkennen. Hoewel er in de middeleeuwen over een Joodse wijk, een Vicus Juliorum, en een Jodenstraat, Platea Juliorum, wordt gesproken, is er in de tweede helft van de 19e eeuw geen sprake meer van een Jodenbuurt. In 1839 wordt begonnen met de bouw van de grote synagoge in de Kapucijnengang bij de Boogaardenstraat, met ritueel bad en Joodse school. In 1930 zijn er 247 Joden in Maastricht. In 1941 is dat opgelopen tot 500 op een totale bevolking van 67.000 zielen. Zo'n 200 Joodse vluchtelingen uit Duitsland blijven in Maastricht hangen. De assimilatie met de katholieke omgeving gaat zover dat men van kerk en kerkhof spreekt in plaats van shul en begraafplaats. In plaats van bar mitzwa wordt er gesproken van de communie doen. De shul, van oudsher een ruimte waarin men onder elkaar was en spontaan mocht meezingen of praten, moest ook onder invloed van de omringende vroomheid een ruimte worden voor ingetogenheid. De ouders en grootouders van historicus Salvador Bloemgarten zijn Maastrichtse Joden. De grootvader van moederskant, Salvador Hertog, een Sefardische Jood, is drukker en tevens uitgever van een Maastrichtse krant. Zijn zoon, Salvador, is schrijver van romans over het Joodse leven in de Limburgse hoofdstad. De dochter is de moeder van Salvador Bloemgarten. Van vaderskant is de grootvader gelieerd aan de familie Wesley, ook een oude Maastrichtse familie. We maken met Salvador Bloemgarten een tocht door het Maastricht van zijn Joodse ouders en voorouders. Is het hier? Ja, het zijn deze twee huizen, ja. Welke straat is dit? Dit is de Onze Lieve Vrouwenkade. Ja. Oh, dit met die heel gestelde trap? Ja, met die hele grote. Wacht even, even kijken. Ja, dat kunnen we wel doen. Dit zijn twee huizen. Ja, het was meteen... Het was nummer vier. Woonhuis en werkplaats. Ja. Wat voor werkplaats? Nou, mijn grootvader was een groothandelaar in lompen en balen. Dus tweedehands goederen, ja. Die werden hier door de Maastrichtenaars naartoe gebracht. Als bijvoorbeeld mensen hun konijnsvellen kwijt wilden en dachten dat ze er nog een centje voor kregen, dan gingen ze naar de Jood Bloemgarten. Ik ben wel ter wille van de grootouders nog besneden, maar ik ben nooit kerkelijk meerderjaar geworden. Ik heb nooit mijn bar mitzwa gedaan. Dus, maar de bron voor die, laten we zeggen, indifferentie ligt toch eigenlijk, als ik het goed begrijp, al hier op deze plek. Als het nou bijvoorbeeld een tante heeft me eens een keer verteld dat in Huizen Bloemgarten al jarenlang geen cijder werd gehouden. Dat wil zeggen, de avond voor Joods Pasen, dat doet met de cijderavond, dan is de hele familie rond de tafel geschaard en dan leest, dan wordt voorgelezen in het Hebreeuws het verhaal
van de uittocht uit Egypte. Zullen we even naar beneden gaan? Moet je even wachten, want het is hier erg lawaaierig. We gaan even in een rustig straatje staan, dat je niet zo ontzettend hoeft te schreeuwen. Ja, hier. Het is de achterkant van het huis van je grootvader. De zijderavond. Ja, dat is je tante vertelde over... Dat al een paar jaar lang die zijderavond niet meer werd gehouden. En de inwonende overgrootvader, Seligman Wesley, een zeer godsdienstig man, die ergerde zich daar groen en geel aan. En die heeft toen op een gegeven moment gezegd, als jullie dan de zijder niet organiseren, dan zal ik het doen. Enfin, mijn grootouders met hun 6 kinderen gingen rond de tafel zitten. Overgrootvader las het verhaal van de uittocht voor. Maar op een gegeven ogenblik klonk er een harmoniekorps dat marcheerde over de Maasbrug, de oude Sint-Servaas. En mijn grootouders met hun kinderen stonden van tafel op, riepen in koor, muziek, 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 muziek. En holden naar buiten om het harmoniekorps voorbij te zien gaan. Dat was toch belangrijker? Dat vonden ze op dat moment toch kennelijk belangrijker. Ja. Nogmaals, het geloof hadden ze geërfd, maar ik denk dat bij mijn grootmoeder inhoudelijk betekent het geloof wel iets. Ze vond dat ze goed moest doen voor andere mensen. Ze was inderdaad een zeer rechtschapen vrouw, maar dogma's als zodanig zeiden haar niets. Mijn grootvader Jozef was een van de oprichters van de Maastrichter Staar. Daar heeft hij zijn hele ziel en zaligheid aan gegeven. En zijn 4 zoons zongen in de Maastrichter Staar. Ja. Jouw vader ook? Mijn vader ook. Mijn vader had een prachtige stem. En een andere oom die is zelfs beroepsoperazanger geworden. Die heeft ook in de Staar gezongen. Ze speelde een rol in het Maastrichtse leven. Ook typerend vind ik voor mijn grootvader is het feit dat hij iedere avond in het café zat, zijn pilsje dronk, zijn partijtje kaart speelde. Ja. En dus helemaal zoals je niet zou verwachten van een Jood die dus niet van sterke drank houdt en die daar in ieder geval zeer matig mee omgaat. Hij dronk net zoveel als de andere Maastrichtenaar. Zij onderscheiden zich wat dat betreft niet van de anderen. Maar dat wil niet zeggen dat hij op een of andere manier distantie nam van zijn Jood zijn. Dat is natuurlijk absoluut niet het geval geweest. Het feit dat hij dus gewoon inderdaad in die Maastrichter Staar zo'n prominente rol speelt. Dus als bijvoorbeeld 2 van zijn zoons in het bestuur van MVV zaten, de Maastrichtse voetbalvereniging. Dat toont er duidelijk aan dat ze zich helemaal in het Maastrichtse levenspatroon hebben ingebed. Wat mij bijvoorbeeld ook opviel, dat is de liefde waarmee ouders altijd spraken over het carnavalsfeest. Dat was toch eigenlijk ook voor hun, terwijl ze Joden waren, het hoogtepunt van het leven in het Maastrichtse jaar. In Maastricht had je geen nauwelijks rijke Joden, maar je had ook geen echte arme Joden. Het was eigenlijk over het algemeen een typische middenstandsgroep. Ja. En nu is het een traditie bij Joden dat op vrijdagavond het voedsel van de meer welvarende Joden gedeeld wordt met de armen. Dat met andere woorden de rijkeren iets afstaan aan de armen. Maar er waren geen echte arme Joden, maar vlak om de hoek
van de Onze Lieve Vrouwenkade, waar dus mijn grootouders woonden, bevond zich toen de Stokstraat. En dat was destijds een van de meest achterlijke achterbuurten van heel Nederland. Daar woonden de armsten de armsten. En mijn grootmoeder heeft er de gewoonte van gemaakt om voor de arme katholieken uit de Stokstraat en omgeving een pan soep te maken. En die katholieken gingen dan naar Madame Bloemgarten een bord Judensop halen. Ze waren toch de Joden, dat bleven ze. Een andere zaak, daar heb ik me altijd afgevraagd, wat stak je nou werkelijk achter? Mijn vader vertelde bij wijze van mop, als grote grap, dat hij eens een keer met een broer en twee katholieke vrienden aan het klaverjassen was. En toen kwam een neef van hun, aan wie ze allemaal de pest hadden, ik weet niet of ik deze term voor de radio mag gebruiken, maar en die vroeg of hij mee kon kaarten. Toen zeiden de twee katholieke vrienden, zeiden toen, weer kaarten niet met Joden. En mijn vader, die beschouwde het als een grap, want het was toch duidelijk dat ze niet discrimineerden. Ik vraag me af of mijn vader niet wat te goedgelovig was en of dat dan, althans niet een rest van anti-Joodse gezindheid wel degelijk in deze grap te bespeuren was. Ruf de hoppe de snijder, ruf de hoppe de snijder, oie wei, oie wei, wat er gedaan, wat er gedaan. Joden deden mee aan carnaval, ze speelden in de harmonie, zongen in de Maastrichter Staar, ze waren gewoon geïntegreerd. En toch sprak men over de Judensoepen. Er was meer antisemitisme dan de Joden wilden zien. Ze probeerden het zelfs af en toe te verdonkeren manen. Jacques Lemmens is historicus en schreef een boek over het Joodse leven in Maastricht. Hij baseerde zich op Joodse en op niet-Joodse archieven. Wat viel hem op in de verhouding Joden en katholieken in Maastricht? In 1896 dan roept de opperrabijn zijn gemeenteleden op om geen Limburger Courier meer te kopen. Ook geen horecagelegenheden meer te bezoeken waar die krant te vinden is. Dus dat is toch wel een teken aan de wand dat er iets gaande was. En dat was er ook. Wat speelde daar dan? Nou, er was dus een hoofdredacteur van die krant die dus voortdurend ageerde tegen de Joden in Maastricht. Mm-hmm. En dat vond de opperrabijn vond het nu, die vond het welletjes. Hij vond dat het als overtuigd Jood was, dat je dat niet kon tolereren, dat moest je niet over je kant laten gaan. Mm-hmm. Was nou streep bereikt, tot hier en niet verder, nou moeten we zelf iets doen. Maar er was wel eerder al strubbelingen geweest, ook met opperrabijn Landsberg in 1869 schrijft hij een brochure en als reactie erop krijgen dus heel veel Joden, vooral ook in Sittard omgeving, een schotschrift, een antisemitisch schotschrift in de bus gestopt. En het vreemde is nou net, dat geeft ook iets weer van de houding van de Joden in Limburg, dat ze niet kwaad zijn over dat antisemitisch schotschrift. Nee, ze zijn kwaad dat de opperrabijn die heeft in hun ogen aanleiding gegeven tot die agitatie. Kijk, maar als je dan vooral gaat kijken naar niet-Joodse bronnen, het archief van gemeentebesturen, dan kom je meer van dit soort dingen tegen. En als je gaat kijken naar katholieke geschriften of kranten, ja, die staan er boordevol van. Maar wat schreven ze dan, of wat zeiden ze dan? Ja, je hebt dus een landelijk antisemitisch weekblad, werd er uitgegeven, de Talmud Jood. Uit het antisemitische weekblad De Talmud Jood van 13 maart 1892, door J. Russell. Wij vervolgen den Jood die den Talmud plaatst boven de wet van Mozes. En dat doen wij omdat den Jood die hem volgt een wezen is dat niet in onze christelijke maatschappij thuis hoort. Dat doen wij omdat de christen reeds al te lang door hem uitgezogen en uitgemergeld is. Dat doen wij omdat de Jood een oppermacht vormt in de meeste landen van Europa. Dat doen wij omdat de Jood ons belaagt, ons misleidt, ons ruïneert, als hij kan. Dat doen wij omdat de Jood zijn christelijke godsdienst vernietigen moet,
wijl zijn leer hem dat voorschrijft. Dat doen wij omdat de ondervinding ons leert hoe gevaarlijk de Jood is voor den eenvoudige christen. Dat doen wij omdat we, in woord en daad lang genoeg door hem getrapt, gebruik maken van ons recht tot tegenweer en strijd voor zelfbehoud. Dat doen wij, in één woord, omdat wij de Joderij aanzien als de ondergang der maatschappij. Ja, en ze vervielen in conspiratietheorieën van onvervalste antisemitische snit. Dat was het simpelste antwoord. En dat hebben ze vrij lang volgehouden tot voor de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn wel uitzonderingen, denk ik. Maar Poels, dat was de voorman, de katholieke voorman hier, die hield tot voor de Tweede Wereldoorlog regelmatig toespraken waar dus de Joden de schuld van allerlei mistoestanden kregen. Ja, en de socialisten ook. De socialisten, de liberalen, maakte allemaal niet uit, met de Joden zaten daar overal achter. Ja. En ja, met Marx en Rothschild als symboolfiguren, ja, ze waren makkelijke zondebokken, makkelijke slachtoffers. Ja. Ik wil nog één ding noemen, dat is heel curieus ook. In 1888, in Beek, wordt de familie Hellendag, die wordt geplaagd, gepest. Je moet je voorstellen, 88 is nog geen elektriciteit, er is geen licht rondom de huizen. Dus ze wordt altijd met steentjes tegen de ramen gegooid of tegen de luiken gegooid. Nou, die man, de vader Mozes, die doet zijn beklag bij de burgemeester. En die zegt dat hij er iets aan gaat doen. Dat doet hij ook, maar dan gaat hij dus met de veldwachter samen tussen de dennen staan, maar hij heeft niet van tevoren de familie gewaarschuwd. Maar wat gebeurt er? Die horen dat, die stormen naar buiten en de zoon, Maurits, met het geweer in de aanslag, schiet richting dennen. De burgemeester krijgt het schotwond, het bovenbeen, op zich onschuldig, ja. Maar zijn vrouw, die is hoogzwanger. Die hoort dat en die burgemeester komt thuis en zo gaat het verhaal tenminste. Die burgemeestersvrouw die schrikt daar zo van, die krijgt een miskraam een paar dagen later en ze sterft. Een hele oproer in het dorp. Maurits moet met zijn vrouw vluchten naar Sittard. Uit later onderzoek weet ik dat hij ook uit Sittard is moeten vluchten naar Duitsland, de grens over. Want dan werd hij ook niet meer teruggelaten. Maar de rest van de familie Hellendag, die hebben ze dus ook het dorp uitgeperst door middel van een antisemitisch lied, 27 coupletten lang, en die is dus verhuisd uiteindelijk naar Sittard. En daar werd die familie verder wel met rust gelaten. Mm-hmm. De beker doedelzak heet het lied. Hoe ging dat? Ja, 27 coupletten lang, ja, daar zitten we hier. Heeft u dat niet? Ik zal even het refrein ik voorlezen, maar het is in het dialect, hè? Dus ja, Even kijken. Het eerste couplet ga ik ja, zingen kan ik niet, dus ze lezen het voor. Ja. Werd eens wat voor u gewoon zingen. Het is van het drama van Beek. We willen het u onder de ogen brengen, waarover dat tot paaf op paaf wordt gebeurd. Alle bos klumpjes zijn voor koosje. Nou Maurits lopen is, geet het voor moosje en ropen pief paaf op den doedelzak. Hij is vertrokken met pak en zak. Dus waar het om gaat is Maurits, is de zoon, de schutter, die is gevlucht. En Mausje, die zullen we ook wel even het dorp uitjagen. En dat is dus ook gebeurd. Hoddele, hoddele, kloemele, kloemele, maak het niet zo lang. Ben dat gevlucht, dan zit er nog wel gevlucht, niet aan de gang. Allela! Terug naar het leven van de ouders en grootouders van Bloemgarten in het Maastricht aan het begin van deze eeuw. Nu wilde ik toch iets meer zeggen over het verhouding tussen Joden, niet alleen en katholieken in Maastricht, maar überhaupt over de toch nog wel sterk reactionaire politieke sfeer die in Maastricht op het einde van de 19e eeuw heerste en waar mijn beide grootvaders mee te maken hebben gehad. Mijn grootvader Jozef en zijn hele gezin, doordat ze
een zeer goede verstandhouding hadden met hun buurman Willem Vliegen, ja, en diens kinderen. De beroemde socialist. De beroemde socialist. Nou, Willem Vliegen is zijn huis, werd iedere week een tijd lang bekogeld door bewuste katholieke jongeren, laat ik het zo maar noemen, die dan de ramen ingooiden. En op een gegeven moment had Vliegen er schoon genoeg van. En toen heeft hij de wijk genomen naar wijk en is aan de rand van de stad gaan wonen, waar hij gevrijwaard werd voor de pesterijen. En, socialisten werden geweerd. Socialisten werden geweerd. Altijd al geweest, ja, in Maastricht en in het zuiden. En mijn andere grootvader, Salvador Hertog, die was drukker, uitgever en redacteur van de Maastrichtse Courant, die op het eind van de vorige eeuw, het begin van deze eeuw, rond de eeuwwisseling, zo'n 3 keer per week verscheen. Dat en was ook een Joodse man. Ja, dat was een Joodse man, ja. Hij was, zelfs, heeft in het bestuur van de Joodse gemeente gezeten hier in Maastricht. Ja. Maar hij was op zijn manier progressief. Dat blijkt onder andere uit het feit, ik heb dus ook in het boekje van Lemmens over het Joods leven in Maastricht, heb ik een afbeelding gezien van een brief van een aantal leden van de Joodse gemeente aan het bestuur, waarin zij vragen, dat is een brief uit 1914 geloof ik, en daar vragen ze aan het Joods kerkbestuur om de vrouwelijke leden volledig stemrecht te geven. En dat is ondertekend dus door mijn grootvader, Salvador Hertog, met zijn vrouw Heintje Hertog Cohen. Dat was op dat moment. Dat was mooi. Dat was dus progressief. Tijd ver vooruit, ja. Het feit dat mijn grootvader op een gegeven ogenblik ze durfde een polemiek aan te gaan met een antisemitische katholieke pastoor, ik vermoed dat het pastoor Thiessen was, heeft hem eigenlijk is hem duur komen te staan, want de katholieken die tot dusver hun religieuze traktaatjes bij Hertog niet te drukken, die deden dat niet meer, zodat hij ook die krant niet meer kon financieren. Die ging dus over de kop. Geregeld niet-Joodse vriendjes. En mijn grootvader, dus van moeder zei, Bernardine. Ja? Bernardine. Die vond dat toch kwalijk. Die wilde toch dat ze een, met een Joodse man zou trouwen op een gegeven ogenblik. Waarom? Want omdat hij wilde toch zijn dochter voor het Jodendom behouden. Ja. Hè, dat was. En toen op een gegeven moment was er een Poerimbal. Hè, en daar heeft ze mijn vader ontmoet en het bleek dat nog mijn moeder, nog mijn vader zich daar buitengewoon thuis voelden, maar ze zijn echt in elkaars armen gevallen. Ze zijn tot over hun oren verliefd op elkaar geraakt. Maar het Jodendom speelde in hun huwelijk als zodanig van meet af aan geen enkele rol. Mijn moeder was überhaupt een buitenbeentje, want ze presteerde, ze was 20 jaar toen ze trouwde, en ze presteerde het kort na haar huwelijk bij de uitgang van de fabriek, de aardewerkfabriek van Rehoux, te gaan staan met een stapel communistische pamfletten, en die, dus niet socialistische, maar echt communistische, en die uit te delen aan de fabrieksarbeiders, waarop mijn vader, die politiek een onbeschreven blad was, het was een hele gemoedelijke man en die niet graag aanstoot gaf. Haar is gaan halen, want haar vrienden zeiden, je moet je vrouw gaan halen, je moet je vrouw gaan halen. Die zit daar revolutionaire pamfletten uit te delen. En dat heeft hij dan ook gedaan. Mevrouw Wesley komt uit Halberstad, uit een orthodox gezin. Ze leert haar man op een feestje kennen bij een tante.
Hij behoort tot een oude Joodse Maastrichtse familie. De vader van haar man had een slagerij, maar mevrouw Wesley voelde zich niet geschikt als slagersvrouw. Haar man begon een grossierderij in vee en vlees. Mevrouw Wesley is een volle nicht van Salvador Bloemkarte. Zij leidt een van de oudste geveressen in ons land, de Maastrichtse Joodse...